Voor zowel NAC als Jong AZ is dit de eerste wedstrijd uit de tweede periode. Vrijaf in de interlandbreek. Kortom, fris aan dit duel kunnen beginnen. De voorzet van Haaien in de handen bij doelman Westerveld. Die weer keept. Bo Reus zit helemaal niet bij de selectie. NAC met dezelfde elf als tegen Excelsior. Dat was een wedstrijd die ze prima uitspeelde. En ze beginnen ook wel aardig. Volgende aanval via Velanas. En een verdediger van AZ over. Maar het tekende intentie om dit avondje NAC uiteraard weer goed bezocht. De tap staat ook langdurig open. Haaien steekt Antonia weg. En als die op snelheid is, is hij niet meer te achterhalen. Legt hem wel aardig voor. Maar Velanas, weer hij, loopt hem over de achterlijn. Maar in 8 minuten al 3 keer een kansrijke aanval van NAC. Tekent hoe ze starten aan dit duel. Hoopgevend. 18 punten voor Jong AZ. 2 keer zoveel als dat NAC er heeft. 4e op de ranglijst. Veel hoger dan NAC staat. Hier valt de bal goed voor de voeten van Peer Koopmeiners. En die vindt Olij op zijn weg en via Haaien al het gevaar geweken. Haaien en Olij beide in de opleiding van AZ gezeten. Nooit echt heel erg doorgebroken. Haaien wel heel wat duels in het eerste gespeeld. Voorzet van Antonia in de handen bij Sam Westerveld. Corner Haaien. Daar is Seuntjens. Het net trilt, maar niet vanwege een doelpunt. Meestal scoort hij wel tegen Jong AZ. 4 keer in 4 potjes. Hier wordt Seuntjens besprongen. En volgens scheidsrechter Van der Laan is dat goed genoeg voor een vrije trap voor NAC. Haaien achter de bal. Die legt hem daar lekker neer. En de goal is er van Danny Bakker. Klopt Jorm Berghout in de lucht. En zo opent hij de score. Doelman Westerveld springt nog wel, maar dat is vooral mosterd na de maaltijd. Geen houden meer aan voor hem. Weer een spelervatting. De doelman weer gezien, maar hij krijgt assistentie op de lijn van Thijs Veldhuis. En zo wordt NAC gevaarlijk uit spelhervattingen. Wel vaker een euvel voor jongploegen. Dat ze het fysiek in dit soort situaties af moeten leggen tegen de, tussen aanhalingstekens, volwassene teams. Tweede helft dan. Weer een spelervatting. Weer chaos. Maar ook weer geen doelpunt. Westerveld een beetje onorthodox. Maar het gaat erom dat die bal er niet in gaat. En daarin slaagt hij, de doelman die nog genomineerd was, voor beste keeper van de eerste periode. Haaien. Antonia. Aardige versnelling. De voorzet in de richting van Seuntjens. Zover komt het niet. De bal gaat via Dirks over de achterlijn. Kwartwedstrijd nog te gaan. Niet echt heel veel grote kansen. Misschien nu wel. Als daar de doelman gezien is. Handig gedaan. Maar uiteindelijk gaat die bal er niet in. Griffith deed dat listig. NAC won alle 4 voorgaande ontmoetingen met Jong AZ. En komt hier bijna op 2-0. Van Schuppen schiet die bal net voorlangs. Koud 7 minuten in het veld. Hij laat na de voorsprong voor NAC te verdubbelen. De Roy. Ook hij ingevallen. Maar ook hij kan de voorsprong voor NAC niet verdubbelen. En zo blijft het toch penibel met 1-0. Zeker bij NAC, een ploeg waar het vertrouwen een beetje broos is. En als Jong AZ dan gaat stormen, hangt een gelijkmaker in de lucht. Op goed geluk, Oosting. En daar is dan invallen Dekker. En de redding van Olij, absoluut noodzakelijk. Want zijn vingertoppen zorgen ervoor dat de lat geraakt wordt. En zo blijft die 1-0 op het scorebord. Lichtjes gefluit van de tribunes. Misschien ook wel om de scheidsrechter te hinten op het laatste fluitsignaal. Dat volgt ietsjes later. En de ontlading is groot, want het ging behoorlijk moeizaam voor NAC tegen Jong AZ. Maar het team van Edwin de Graaf wint wel
van het elftal van Maarten Martens.